ga jullie laten zien hoe jullie een ombre nagel kunnen maken. En we maken een ombre door eigenlijk inlay te gebruiken met power gel. Dus wellicht is dat ietsje makkelijker als de ombre van Linda, maar net zo mooi. Nou, ik heb hier op een paper palette de roze met clear liggen, dus de pigment met clear, pigment met wit. En ik heb hier de witte power gel liggen. Ik heb een heel klein druppeltje, het lijkt veel, maar ik heb hem eigenlijk gewoon afgesmeerd, whitest white gel polish opgedaan. Omdat ik op deze manier mijn power gel ietsje witter ga krijgen. Naar de nagel, ik zet hem onderaan neer. Ik ga dit bolletje weer met mijn Prestige 10 acrylpenseel plat op de nagel duwen en naar voren trekken. Je ziet nu dat de power gel echt wel een stukje witter is geworden. De tweede kleur die ik ga gebruiken is natuurlijk dan de zachtere roze en die ga ik blenden over het wit heen. Ik neem weer een beetje op. Desnoods zet ik hem in twee keer, als het maar niet te veel is. De tweede kleur komt al vrij ver naar boven te staan. En vanaf hier blend ik het roze in het wit. Dus aan de bovenkant duw ik hem weer plat op de nagel. En bedenk dat je de nagel al wel mag bouwen. Nou, de derde kleur is natuurlijk de donkerste kleur en die ga ik gebruiken tegen de nagelriem aan. Ik ga daarvoor ook mijn gelpenseel gebruiken, omdat ik zeker wil weten dat hij daar goed aangesloten is. Dus ik ga het volgende bolletje oppakken. Zorg dat je bolletje mooi gelijkmatig ligt. En op het moment dat je bolletje begint te glanzen, betekent dat je te veel vloeistof hebt. En vanaf hier ga ik hem dus voorzichtig blenden over het roze, over het zachte roze. Dat begint hier al. En daarbij trek ik niet het roze helemaal over de pastel heen, maar ik duw hem aan. Dus ik pers hem eigenlijk op de zachte kleur. Gelijkmatig. Vanaf de zijkant zien jullie dat ik eigenlijk hier in het midden een deukje heb. Nou, in dat deukje kan ik dus nog allerlei dingetjes verstoppen. En dat ga ik nu doen met de Chameleon Flakes. Ik gebruik mijn rubber base als lijmlaagje voor mijn Chameleon Flakes. En die leg ik hier een beetje op. Ik hoef hem niet dik te lakken. Ik hoef alleen maar te zorgen dat die nagel hier in het midden een beetje plakkerig wordt. En neerleggen. Nou, zoals beloofd ga ik nu de nagel natuurlijk afbouwen. Ik ga nu de vorm bepalen. Dus ik ga hem cappen. En daarvoor gebruik ik de Power Gel Pink. Als heel de nagel ingepakt zit, kunnen we weer uitharden. Nou, hij is uitgehard. Ik vind hem wel hartstikke leuk uitzien. En natuurlijk nu puntjes op de i zetten, want het is niet de bedoeling dat je een hele dikke nagel nu hebt gemaakt. Als die namelijk heel dik is, dan kan het zomaar zo zijn dat een van je kleuren te dik is. Nou, als je nou uitkomt met veilen op je kleur, ja, dan blijft hij niet meer zo mooi als dat je hem gezet hebt natuurlijk. Dus we gaan nu alleen maar eigenlijk op de pink veilen, op de Power Gel Pink. Nou, almondnagel. Beginnen van voor aanzicht. Bij een lange nagel altijd zorgen dat je goed stevigheid, stabiliteit hebt aan de zijkant natuurlijk. Dat hij niet te veel wiebelt, dat zou zeer gaan doen. Ik ga nog heel even door met de bovenkant veilen. En als je een ombre hebt gemaakt, is het heel belangrijk dat je dus langs de cuticle goed je product bewaart. Dat betekent dat je daar dus ook heel voorzichtig moet veilen. Nou, de nagel is helemaal klaar, die is geveld en ik ga hem nu eerst even mat aflakken, maar daarna komt er nog meer. Dit is hem in het mat. Nou, hartstikke leuk ook. Die Chameleon Flakes die geven dan ook toch weer een net iets extra dimensie. Nou, de nagel is nu klaar, je kan hem zo laten, maar ik ga hem nog een kleine touch-up geven met air nails. En dat is eigenlijk heel simpel, heel snel. Kijk maar mee. Zodra ik zie dat dat klopt, ga ik naar mijn nagel. Ik blijf er redelijk dichtbij. En ik volg het lijntje waar ik de Chameleon Flakes heb neergezet. En dan zie je een leuk extra dimensie aan deze ombre nagel.
Nou, de nagel is nu klaar en vond je het mat nou zo leuk, dan lak je natuurlijk dit eindresultaat ook gewoon mat af. Dat kan ook natuurlijk. Maar ik ga er nu voor kiezen om er een glanzende topgel overheen te zetten. En ik gebruik mijn favoriet en dat is Supreme Finish. Ik heb voor dit gebruik goed geschud. En ik lak hem over de nagel heen. Nou, de nagel is af. Ik ben normaal gesproken altijd heel erg gek op een matte nagel. Vooral met van die inleestukjes erin. Dat vind ik juist tof. Maar dit design vind ik, hoort wel echt glanzend. Komen jullie maar meekijken naar het eindresultaat. Nou, dit is hem geworden. Je ziet de chameleonflakes hier een beetje doorheen. Dat geeft juist wel een leuk effect. Het is misschien wel even leuk om de nagel van verleden week en deze nagel naast elkaar te zetten. En dan kun je zien wat voor vrolijke babyboom en ombre je eigenlijk kan maken. Nou, dit was het weer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zou zeggen, gebruik je airnails niet alleen voor een heel moeilijk design, maar juist ook leuke puntjes op de i of kleine dingetjes wat je erop kan zetten. Een klein vlindertje langs een French of noem maar op. De mogelijkheden zijn echt oneindig. Dus je hoeft niet altijd een kunstenaar te zijn om dat te gebruiken. Heel veel succes daarmee. Ik hoop dat jullie ermee aan de slag gaan. En tot volgende week weer.